Karsoen, je hebt heel veel familie in Turkije. Afgelopen week hebben we jou heel veel gezien op televisie dat je aan het vertellen was over de angst, hoop en vrees voor jouw familieleden. Ik denk dat iedereen in Nederland met jou mee heeft geleefd, in deze zoektocht ook. Hoe is het nu met jou? Het is een vraag die ik mijn familie niet meer durf te stellen. Omdat ik al geen antwoord heb, hebben zij dat denk ik ook niet. Maar wat ik wel kan zeggen is dat... Ik krijg wel de vraag heel veel vandaag ook van hoe doe je het allemaal? En ik denk dat het Nederland is, de mensen in Nederland die me op de been houden. Die ervoor zorgen dat ik zelf blijf staan. En dat ik ook de moed bij elkaar kan vinden om het gebied, mijn familie, de mensen, ook mensen in Syrië, wil laten opstaan weer. Dat mensen willen helpen. Ja. Dat geeft jou moed. Ja. Je was eigenlijk niet zo lang geleden teruggekomen uit Turkije, waar je hebt gedraaid voor een kookprogramma. Dat heb je beelden opgenomen met jouw familie. Dat zijn deze beelden. Dat kunnen we zien. Hoe is het om nu naar die beelden te kijken? Ook heel mooi. Want dit is mijn familie. Ik hou heel erg veel van ze. Op deze beelden, iedereen leeft op deze beelden, maar ik kan wel aanwijzen, bijvoorbeeld de neef die naast me zit, zijn zus is overleden, wat ik dus toen nog niet wist. Ze zijn heel veerkrachtig, dat geeft mij, de familie in Nederland, ook heel veel kracht. Het is al 100 keer gezegd vandaag, maar ze zijn alles verloren. Kinderen, kleinkinderen. Ik ben in totaal 16 familieleden verloren. En ik zeg het altijd zo, ik zeg laatste tijd het getal 16 heel vaak. Omdat ik het dan... Het dringt nog steeds niet door, zeg maar, bij mij niet. Het is zo veel. Ja, het is heel veel. En ik kan hier alle namen opnoemen. Maar ja, het is ook echt mijn inner circle familie. Dus wat daarbuiten is, zijn echt tientallen. Een deel van mijn leven is weg. Een deel van mijn familie is weg. Maar iedereen in dat gebied heeft dat, dus ja. Weet je nu van iedereen wat het lot is? Ja, ik denk bijna wel. Ik hoor nog af en toe van mijn moeder, ach god, die en die ook nog. Ik denk dat het klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar toen ik het laatste bericht hoorde, en ik was in Amsterdam in de Jordaan, mijn vriendinnen zei, kom Kar, je moet er even tussenuit en vlak voor een soort... Ja, in een soort 9 straatje stond ik. En ik dacht, wat doe ik eigenlijk hier? Maar en toen kreeg ik het laatste nieuws dus van mijn laatste nicht, haar man en hun 3 dochters, waarvan 2 een tweeling. Die het ook niet gered? Nee. En ik ben daar toen midden 9 straatjes ben ook in elkaar gezakt. Ja. Je zei net van, ja, weet je, ze vragen dan aan mij van, wat doe je ermee? En dan, want de vraag, hoe gaat het met jou, is zo moeilijk te beantwoorden. Maar het is, je moet op de een of andere manier toch ja, vormgeven aan al deze ellende. Nou, of is het... ik zei luister bij jou, Eva, van het komt er bij mij niet in dat ik een deel van mijn familie ga verliezen. En ik denk nu dat mijn ratio, het is zo groot. Kijk, bij een oorlog, wat ook heel erg is, gaat het soms stap voor stap en dan hoor je die steden of die wijken. Maar omdat het in één keer is, op emotioneel vlak, ik probeer dan, ik stop het eigenlijk nu helemaal weg om hier mijn verhaal te kunnen doen. En ik doe dat voor niet alleen mijn familie, maar voor iedereen. Maar mijn ratio, mijn hoofd, ja, komt er eigenlijk nog steeds niet bij, omdat het zo groot is. Het is te groot om te bevatten. Het is te groot om te bevatten. En misschien komt dat later nog. Misschien als ik erheen ga. Sommige mensen, Fidan, schamen zich om hun verdriet te tonen. Om het te uiten, omdat ze het gevoel hebben, god, ik leef nog. Wie ben ik dan om daar iets van te zeggen? Begrijp je dat je dat gevoel kan hebben? Ja, begrijp ik heel goed. Ik heb het nu al eigenlijk bij jou. Omdat ik je de afgelopen dagen natuurlijk heb gezien. En ik kon het echt niet droog houden, elke keer weer. En ik zei net ook achter de schermen. Ik probeer me echt in te houden. Want ik vind het gewoon ongepast dat ik hier ga huilen terwijl ik geen directe familie heb verloren. Die pijn moet echt... dat is gewoon onbeschrijfelijk. Nou, sterker nog is, ik snap het heel goed, het woord schaamte. Want ik zat op de bank en kijk ik tv. En dat gaat nu ineens heel vaak over mijn familie. Dat is heel apart. Ik schaam me dat ik op een warme bank zit thuis. Ik schaam me dat ik
eet. Ik schaam me dat ik water drink. Omdat nog steeds mensen eruit worden gehaald. En ik heb een interview gezien van een meisje. Ik denk rond mijn leeftijd. En die zei, je denkt maar aan één ding en dat is water. En toen vroeg de journalist, heb je een boodschap? Toen zei ze, leef je leven. Alsof het de laatste dag is. Ja. Ja. Heb je overwogen om die kant op te gaan? Het is me zeker gevraagd door lieve vrienden als Sinan Can, Yeshim, Olcay Güsen. Alleen ik wist heel snel al, denk ik, dat ik al mijn kracht, tijd, energie en liefde beter in Nederland kon steken. Om hier, dat ik hier meer kon betekenen dan daar rond te lopen. Want ik denk dat ik, omdat ik natuurlijk, ja, ik kom daar vandaan, ik zou daar verdwaald rondlopen. Ja. En wat je hier dan doet, wat je hier meer kan betekenen, is bijvoorbeeld zoveel mogelijk aandacht en, ja, en ook geld. Ja, daarbij wil ik eigenlijk iedereen van die het allemaal tot gang heeft gebracht, wil ik nu al bedanken. Ik weet nog wel, toen wij het nieuws hoorden, waren wij onderweg van Istanbul naar Amsterdam. En wij landen en mijn moeder zei meteen, toen we op Schiphol op de koffers aan het wachten waren, we moeten Giro 555 bellen. En toen zijn wij gaan bellen naar een vrienden, mensen in de politiek, van alsjeblieft. En ik ben binnen een week, jongens, fantastisch. En het bedrag nu, ik zat dus net in de belpanel. En ik ben dan nog steeds bezig met mijn ene nicht bellen. Die zegt, we hebben een tent daar nodig, oké. Naar iemand die zegt, ik doneer, want ik wil een tent. En dan, ja, het is niet een directe link, maar ja, om dichter bij elkaar. Ja, zeker. Ja. Wat heeft jouw familie daar nu het meest nodig? Natuurlijk heel veel materiële dingen. Dat is al heel veel opgenoemd. Maar wat ze vooral nodig hebben is, ik denk uiteindelijk, geld. En ik ben heel een trots persoon dat ik nooit iemand om iets wil vragen. Ik wil het altijd zelf doen. Ik ben een onafhankelijke vrouw. Alleen sta ik hier nederig natuurlijk naar, er is gewoon heel, heel veel geld nodig. Ik heb een klein nichtje en die heeft een klein kindje gekregen. En die zegt, ik kan geen luiers meer kopen. Dus nou ja, dan sturen wij nu al, ja, al geld. En wat ik ook denk is dat heel veel liefde, geduld, een luisterend oor. Veel psychologen. Ik heb dus mijn nicht Tuna. Met haar man en haar zoontje, die hebben het dus niet overleefd. Die zijn gevonden onderaan de trap, met z'n drieën elkaar vastgeklampt. Die hebben het op een seconde na niet overleefd. Alleen hun dochtertje Daphne wel. Die was bij oma logeren en dat huis was gewoon iets sterker. En zij zit nu in Istanbul, kleine Daphne, en zij weet het nog niet. En ze laten haar tekenen en ze gaan het vertellen aan de hand van veel psychologen. En ze proberen haar een beetje blij te maken met chocola. Maar ze zegt, nee, ik moet dat met mijn broer delen. Waar is hij? Want ze weigert om snoepjes te eten omdat ze het wil delen. Alleen weet ze het nog niet. En ja, voor mijn nichtje is er, ja, ik hoop dat zij een mooie toekomst krijgt. Je bent genoemd naar de geboorteplaats van je ouders. Wat is er van dat dorp over, aan die plek? Weinig. Is dit mijn dorp? Dat denk ik wel. Oh, dat heb ik nog niet eens gezien. Ja. Oh, dat is de bakker waar ik snoepjes ging halen. Oh my god, oké. Ik ben natuurlijk heel erg blij dat ik vernoemd ben naar mijn dorp. Maar ik dacht altijd al wat grappig dat het... Ik ga niet kijken. Wat grappig dat het zo is. Nu denk ik, misschien heeft het zo moeten zijn. Misschien heeft het zo moeten zijn dat ik Karsu heet. Dat ik hier nu zit. En ik misschien wel de stem ben van niet alleen het dorp, niet alleen de stad, maar misschien wel het hele gebied. Ik hoop inclusief Syrië. Want 's avonds, als we op het dak van opa's huis, wat ook niet meer bestaat, keken wij naar Syrië. Wij wilden naar Aleppo om te shoppen vroeger. Wij waren zo verknocht. Is dit mijn dorp? Ik ben bang van wel. Ja. Je zei net, ik ga niet kijken. Is dat een zin die deze dagen vaak door je hoofd gaat? Ik wil het even niet zien. Nee, ik denk dat ik dan niet meer vooruit kom. Nee. Dat denk ik. Ik heb prachtige beelden van de locatie Antakya, Gazi Antep ook, voor met 24 Kitchen geschoten. We hebben ook besloten om het nog even niet uit te zenden. Het is te pijnlijk. Het kookboek ook, waar ik met veel tantes aan heb gewerkt. Ik ben heel blij dat ik heb bijna al 3,5 ton heb ik binnen. Voor ja, een prachtig doel, waarvan ik straks wel naar Turkije ga met mijn ouders om te kijken hoe we dat kunnen uitgeven. En de campagne loopt nog steeds tot 7 maart. Dat geeft mij steun en moed. Ja. Ja.
En zingen ga je voor ons. Misschien geeft dat jou ook steun, ja. Moed, maar ons vast als jij gaat zingen. Ja, ja, het werd me gevraagd in het begin toen 5 en 5. Ik dacht, hoe durf je dat allemaal te vragen? Ik kan dat niet. En toen merkte ik dat ik thuis op mijn vleugel ging spelen. En ik wil nog wel iets vertellen. Ik heb in oktober heb ik mijn laatste concert gegeven. Ik hoop dat het niet zo is, maar in Antakya. Mijn nicht Tuna, die was daar aanwezig. En ik kwam er dus eergisteren achter dat zij mij dus hun laatste voice-memo heeft gestuurd. Waarbij ze dus op zoek was naar mij. Omdat ze backstage wilde komen, maar het was, ja, ik speel voor duizenden mensen soms. En ik was ook op zoek naar haar. Want ik wilde haar een knuffel geven. Omdat ze zei dat ze zo trots was. En in die voice-memo zegt ze, ik zocht je. En ik zocht je, waar was je? We wilden een knuffel. Maar, zei ze, ik ben trots op je. Ga zo door en ik hou van je. Dus dat is het laatste wat ik heb. En toen was ik op YouTube, een paar dagen geleden, om te kijken. En toen zei YouTube, oh, misschien wil je deze video zien. Het was een filmpje van mezelf. En dat was een lied. En het lied heette, waar ben je nou? Dus ik dacht, nou ja. En dat ga je voor ons zingen, ja. Hè? Als jij, dat is toch nog een kleine route, ja, als je naar het podium toe loopt.